Ja jongens, welkom bij weer een nieuwe livestream en vandaag gaan we heel veel packs openen. Ali is bezig met nog de laatste munten verkopen, FIFA punten. En dan kunnen we gelijk beginnen jongens. We hebben nu al 36.000 punten erop staan. Dus we zijn bijna klaar. En dan gaan we gelijk beginnen. Ali, heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ik heb er ook zin in. Ik ben hyped. Ik ben benieuwd wie we gaan packen. Laat in de reacties alvast weten wie jij denkt dat we vandaag gaan packen jongens. Nog twee zijn er bijna. We hebben net trouwens een Road to Glory gehad. Het ging heel goed. Ongeslagen nog steeds in Divisie 3. We hebben vandaag een nieuwe speler gekocht. Douglas Costa. En die is fenomenaal bezig. Die heeft elke wedstrijd minstens 3 goals gemaakt. Behalve de laatste dan. Maar wat een speler is dat. En volgens mij, als het goed is, zijn we... Is dit de laatste of moeten we nog één? Ik denk dat we er nog eentje hebben. Okay. Dus dan hebben we een pack opening van 60.000 FIFA punten. Zo. We beginnen met 60.000 FIFA punten jongens. En we gaan vandaag tot laat door. En samen met jullie proberen we natuurlijk een goede speler te pakken. Kevin is er weer bij. Welkom Kevin. Thijs. Boas. Job denkt dat we Bergkamp pakken. Ja, het zou mooi zijn ondanks een Ajax verleden. Hij is natuurlijk veel coins waard. Bram Jansen opent wel even een pack voor ons. Maar volgens mij kunnen we. Yes, we kunnen. Even een fotootje maken voor Instagram. Dan laten we jullie gelijk het scherm zien. Een ogenblikje. Daar zijn we. Zoals jullie zien jongens. 60.000 FIFA punten. Genoeg. Genoeg om vandaag heel veel packs te openen natuurlijk. Ik maak even een leuke Insta-verhaal van, zodat iedereen komt kijken. Ali heeft net al een verhaaltje gemaakt. En ja jongens, we zijn live met 60.000 FIFA-punten. Ali, heb je er zin in? Ja, lekker op. YouTube, TV, dus kom gauw meekijken. Heel veel packs, heel veel packs. Dat heb ik ook weer gehad jongens, let's go. We gaan gelijk beginnen met een aantal speciale packs. Zijn. Chat openen. Ali met de chat. Kijk of die nog van grote maken. Ja, dat is helemaal geweldig. Wil jij de rest van de dag openen? We moeten, kijk, als jij gaat openen in tijd, dan ga ik daar zeggen. Ga jij lezen? Kijk, packs openen. Jongens, hebben jullie vragen voor Ali? Die komt bij de laptop zitten, zodat hij alle vragen kan lezen. Muziek zachter, we moeten even naar instellingen. Geluid zet het niet zo hard, dat is net ook op dit soort. Op in-game stellen. Jongens, jullie moeten ons nu perfect horen. Is het geluid nu goed zo, jongens? Want dan gaan we beginnen. Laat even weten in de reacties. Iedereen is zo blij nu. Ja? Ja. Hoezo? Beter, geluid zachter. Oh yes, eindelijk. Yes. Iedereen is blij, ik ben blij, Ali is blij. En we gaan Olo, gelijk... welkom jongen. We hebben 10 speciale packs die we kunnen openen. Dus daar gaan we. ...169 kijkers. Oh, lekker hoor jongens. Vergeet ook niet te liken jongens. Vergeet natuurlijk Hoeveel niet likes te denk liken. Je dat we straks hebben naar deze... We hebben aan het eind van de stream 300 likes. Ik denk 350. 350, daar jongens, gaan we voor like. Jongens. Druk op die like button. Kom even in beeld Ali. Eerste pack van de dag, daar moet je zeker we gaan bij... aftrappen. Samen aftrappen. We gaan samen op aftrappen, ja? Kom maar. 3. Wel naar boven één keer. 3, 2, 1. Daar gaat hij jongens. Ja, de aftrap is gemaakt jongens. Het lintje is geknipt. Wat gaan we doen met de spelers die we niet nodig hebben? Ach, pixelen. Er zijn er zoveel. Ja, dus, ik ga even hier Putbin bij de hand houden voor het geval we prijzen willen weten. Misschien deze even kijken. Ja, die is wel wat waard. 1,7.
uitharten, jongens. Dat is toch niet erg. En de rest mag geen verkoop. Kwikcellen, bedoel ik. Ja, toch? Ja. Horen jullie heel zacht. Ja, Bram is ook weg. Weet jij misschien dat op te lossen? Ik ga het proberen, maar... Met de gamegeluid, die moet... Horen jullie ons niet goed, jongens? Normaal gesproken fixt Bram dat altijd in de stream. Als het goed is, staat het gamegeluid nu uit, jongens. Gaan we even kijken, gaan we een pakje openen en dan moeten jullie even goed opletten of je alles... Ik ga even snel een pakje openen. En dan kijken of alles goed gaat, jongens. Als het goed is, laat het weten in de reacties. Hoor je mij niet goed? En we gaan door naar... Ja, dit is niks. Dan. En, wat zijn de reacties? Het is goed? Perfect. Perfectus. Ali, dat vind ik Ibrahim Parlak is aanwezig in de chat. Ibrahim Parlak. De legend. Dat is die gekke jongen. Hey ja, Ali, open ook even een pack. Ik heb tot nu toe twee packs geopend. Moet wel gewoon een beetje, je weet toch, snel open als je geen flairtje ziet, lekker doorskippen, want het gaat echt lang duren. Dat is ook niks. Nee. Hey Ibrahim, ben je in de buurt? Kom even langs vanavond als je tijd hebt. Dat vinden de kijkers ook leuk, denk ik. Als Ibrahim tijd heeft, is hij altijd welkom. Ibrahim heeft een pack leuk, dat weet ik zeker. Die jongen houdt van pakketjes open, hè? Dat ook nog. Ja, hij doet dat altijd voor mij. Je hebt ook geen pack, ik geef hier dat controle, man. Ali. Is hij wat waard? 1200. Zo, Anderson. Kai, dat klopt. De EDFC is al opgenomen, maar jullie weten dat wij in de finale zitten omdat we de PlayStation-competitie hebben gewonnen. Dus we moeten nog een finale spelen, waarin we dus ook een wedstrijd op de Xbox moeten. De tegenstander is nog niet bekend. Ja, precies. Maar ja, we weten natuurlijk wel dat we een goede team moeten hebben op de PlayStation en op de Xbox. Op de PlayStation is die al heel goed, op de Xbox wat minder. En vandaar dat we vandaag heel veel packs gaan openen op de Xbox. Ik zal straks wel langs komen, weken. Zegt hij. Ibo komt langs. Ja, Ibo, speciaal zie voor je jou. Zo. Jongens, dan zien jullie Ibo ook. De meesten kennen hem natuurlijk al. Even kijken, wie kent er Ibo? 336 kijkers. Nou, even kijken wie Ibo allemaal kennen. Jongens, we gaan er gauw doorheen. Ja. Hoop op wat packluck. Tot nu toe is het niks. We hebben nog geen borden gehad, hè? En dit zijn juist de speciale packs, ja, hè? We hangen erin, man. Dit zijn de speciale packs. We gaan zo verder met de normale packs, dus... Als Kempel. We wat geluk moeten hebben, Arias, je mag naar de club. Van der Wiel, Toronto. Jonge, jonge. Hey, hebben we gekeken hoeveel munts en coins we hadden in het begin? Rond de 1,7 miljoen. Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoeveel we aan het einde van deze stream hebben. Zaza. Hey, we hebben één regel vandaag. 250 kijkers, wat zei je? Eén regel vandaag. Als we Douglas Costa packen, dan mogen we die niet verkopen. Ja. Die houden we in de club. Honor, nee jongen, nee. Allemaal weg. Wat zei hij? Spelers van verder wat je ook in de club. Nee, dat doen we niet. Dat doen we Ali niet aan. Nu toch niet eens een bord, jongens. Wat is dit? IEA had jullie helemaal geen bord. Dat is toch niet normaal? Niet normaal, jongens. Ja, allemaal weg. Jongens, vergeet niet op die like-button te drukken. Like deze video. Het wordt geheid. Een leuke video. We gaan er wat leuks van maken. Vergeet like ook niet onze volgende... Hey, we hebben een bord. We hebben een bord, eindelijk. Wie zal het zijn? Een Spanjaard, CM. Dit is Quarzola. Niet de speler waar we op wachten, maar wel de beste speler. Lekker man, wel de beste speler van vandaag, tot nu toe. Cazorla. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram, jongens. RomoAbdi_89. 3.5 alsjeblieft. Wat is je Insta?
Aigun 96. Dat is mijn achternaam met dubbel A 96. Volg je nog niet, doe het dan eventjes, jongens. En natuurlijk PSV eSports. Vergeet PSV eSports ook niet te volgen. Ik zie hier staan dat iemand zegt 19 uur nieuwe special packs. Het zou mooi zijn als ze komen. Het zou zeker mooi zijn, want we zijn sowieso tot laat bezig. Ja, we gaan verder. Dan gaan we verder met die normale packs. Random jongens. User, welkom in de stream. Als jullie nog leuke manieren hebben om een pack te openen, wat geluk oplevert. Laat dat vooral weten in de reacties, jongens. Weekendelijk rewards komen om 8 uur, omdat een paar weken geleden uur vooruit heb ik gezet. Vroeger was het 7 uur, maar nu is het weer 8 uur. Misschien dat ik nog wel live ga dan, mijn top 100 openen. Dat is ook wel leuk, ja. Dit is niks allemaal, jongens. Gauw verder, doorklikken. Moet ik die contract ook gewoon quick stellen? Ja. Gewoon alles geld eruit. Zeg bismillah, dan heb je geen pack luck. Bismillah. Mella02, dankjewel voor je steun. 271 kijkers, je ziet het verschil als we packs openen, hè. Ja, iedereen houdt van pack opening. Sam broer, vraag je iemand die daar random rondloopt of zijn pack willen openen? Dat kan helaas niet, want wij zijn de enige mensen nu in het stadion. Wij zijn de enige. Ja, wij gaan het dadelijk hier afsluiten. Dat denk ik ook, ja. Aleikum salam Berkant, welkom jongen. Misschien dat Guus Spennings even langs wilt komen. Ja, misschien komt hij. Ik had een keer echt pack luck, een aantal keer zelfs, vorig seizoen. Had hij Casemiro in vorm van mij gepakt. Terwijl ik in die normale packs. Ja, is ook nog een video probleem. Van. Een video? Ja, van Guus en mij. Dat hij Casemiro in vorm had gepakt. Wieneke, welkom. Doe no look pack. Dadelijk doe je een no look packje, ja? No look pack. Wat voorspellen jullie? We voorspellen sowieso een win. Score is niet belangrijk. Als we maar punten pakken, dan zijn we lekker kampioen. We gaan 2-0 winnen. 2-0, oké, mooi. 2-0 of 3-1. We gaan sowieso winnen. Tegen Ajax kampioen. Ahmed Benhamkok, dit is ons Xbox team in de E-divisie, maar die moeten we nog heel veel ontwikkelen. Moeten we heel veel spelers kopen, willen we een topteam hebben staan in de finale. Lisa Britstra, welkom. Kampioen Jone, ja, we hopen het. Dutch FIFA Boas, welkom. 252 kijkers, dank jullie wel jongens. Vergeet natuurlijk niet te liken, want we staan op dit moment op 104 likes. Dat is al heel snel. Dat is wel snel, ja. We hopen maar op 300 likes vandaag. Hebben we nog niet gehad samen. Laat je vrienden natuurlijk ook weten dat we live zijn. Heb des jij al een no-look packje gedaan? Nee, ben ik vergeten. Goed dat je het zegt. Voor wie moet ik die doen? Wie heeft dat gezegd? Oh, dat weet ik niet meer. Iemand zei dat net. No-look, die zie ik nog niet meer. Oké, dit is een no-look pack. Kijk. Ik druk erop, ik kijk naar het prachtige PSV-stadion. Het veld ligt er echt goed bij, jongens. Daar kan het zondag niet aan liggen. Nee, helaas. En wat krijgen we? Helaas. Ja, die no-look pack. Bracht niet zo geluk, jongens. Geen probleem, Victor. Het komt goed. De punten gaan niet op. Voor 7, voor 8 uur. Sowieso niet. En hebben we al een keer meegemaakt. Als ze opgaan, dan gaan we gewoon nog meer punten erop gooien. Dat komt wel goed, jongens. Alex van Tjonger, dat klopt. Maar ik heb net even snel uitgelegd hoe het zit. Ik moet een finale spelen waarin ik één pot op de PlayStation, één pot op de Xbox moet. Voor het landskampioenschap. Dus daarom moeten we onze Xbox team even verbeteren. Vandaar. Janine, welkom. Ik heb 7.500 munten. Echt waar? Ja. 7.500 jongens, in de prullenbak. In de prullenbak. We gaan vrolijk verder. Heb ik packluck? Jij hebt geen packluck. Als we packluck krijgen, ze doen mij. Oké. Ik heb weinig vertrouwen in jou. Tot nu toe, met al jouw top 100 packs, heb je geen packluck gehad. Helemaal niet, geen één keer. Dit is niet normaal, jongens. Nee. We hebben iemand nodig met packluck, jongens. Ik hoop echt dat er om 7 uur speciale packs komen, jongens. Misschien dat we dan wat meer geluk hebben. Leave the room pack. Leave the room pack. Dat kunnen we misschien later op de avond doen.
De neuspekje, zullen we die dan doen, jongens? Doe maar, met je grote Turkse neus. En ik skip hem ook gelijk, hè? Nou, wat komt daaruit? Een Turk. Niet alleen een Turk, maar er komt ook Schwab. De sterspeler van afgelopen week. Tegen AZ. Nu met de Afghaanse neus, jongens. Huppakee. Zo. En als dat geen geluk brengt, dan weet ik ook niet meer. Ah. Nee. Top al grote neus. Gewoon een scherp bezig. Oh, Kaka, jongens. Kaka pakje van Rommel. Hey, kijk wat ik krijg. Nee, dit is toch geen kaka, maar dit is mijn neus. Je haalt even jouw mijn neus jouw schade geldraad. Die je net hebt toegebracht. Van 7,5. Ja, dat is waar. Openen we die free pack? Sowieso. Zou het toch wat zijn als je hier Ronaldo uitkrijgt? Uit een free pack. Nee. Dacht je nou echt dat we hier Ronaldo uit zullen krijgen? Ja, wie weet. Demon Stolk. Je kijkt niet eens, we krijgen gewoon veld. Kijk wat we krijgen, een Ajax ziet en een Fener speler in 1. Erg kan het nu. Yo Ali, hoe gaat het? Ga je zondag naar Heracles toernooi? Ik heb iets veel beters te doen zondag. En dat is naar PSV Ajax gaan. Zondag naar het Heracles toernooi? Ja. Wie vraagt er nou weer? Ik weet het niet, Oeh, dat is een... Wat? Dat is Boord. Boord, hè? Nainggolan! Dus doe ik weer, hè? En Vincent Janssen. Gewoon voor jou. Ja, dat is lekker, jongens. De eerste klapper van de dag. Nainggolan. Hoeveel is die waard? Oeh, lekker, man. Die weg voor een bedrag van 46k. Thanks to Romal. Hey! Haha, gameclip opgenomen. Xbox het ook gewoon opnemen. Dit hadden we even nodig, jongens. De eerste goede speler van vandaag. Ik heb mijn 7,5k ook goed gemaakt. Ja, we moeten ook stiekem opletten. Het gaat soms te snel op die, hoe heet die? Teamgeesttijden. Als we straks een jager of schaduw is 5k. Win-win situatie, toch? Zeker zo. Ook conditiekaart. We hadden net een gouden conditiekaart. Die deed je ook quicksellen. Die krijgen we denk ik nog genoeg. Die krijgen we echt veel. Dat is ook, 12, dat is ook gewoon 1200. Ja. Of je de Xbox gaat kopen. Dat weet ik. Dan moet ik een keer checken inderdaad. Scherp. Zijn er nog leuke reacties? Ik zie wel een leuke vraag van Eve. No. Als je een ex-PSV die nu nog voetbal bij PSV terug mag halen, wie kiezen jullie dan? Een ex-PSV'er? Mag iedereen zijn. Je mag iedereen zijn. Mag iedereen sowieso. Zijn. Die nog wel voetbalt. Ja, die nou nog actief is in de voetballerij. Weet je wie ik leuk vind? Ook al is hij nou aan het afbouwen van Robbe. Ja, Robbe is ook een hele mooie van Romal. Een hele scherpe reactie van een kijker genaamd Ibrahim Parlak. Die zegt: doe even transferlijst upgraden, dadelijk gaat die vol. Zodra die vol is, gaan we er meteen bij werken. Even kijken, Ibo. Prupper zie ik, Thijs. Wat doen deze spelers er allemaal in? Allemaal 83, 84 rated. Die zijn ook wel wat waar, maar die moeten we eens een keertje gaan verkopen. Oké. We gaan gauw verder, jongens. Alex, misschien vanavond nog, anders morgen. Ik moet even nadenken wat ik wil. Oei, daar ging je weer bijna. Ja. Zijn er geen special packs? Nog niet. Net hadden we er 1. 10 stuks hebben we geopend, maar we kregen daar niks uit helaas. Het waren ook geen goede packs. Kijk. Mertens, dat is ook wel een mooie. Mertens, ja. Die zou nu echt de Eredivisie helemaal kapot maken, denk ik. En zou iedereen pompen. Hebben jullie nou een Golan gepakt? Ja, dat klopt. Botafogo. Oh, nog trainen ze, jongen. 9:30 weet ik niet. Misschien zijn we dan al weg. Misschien niet, hè. Een lange avond, jongens. Ik zie ook een hele mooie, Gomez. Ja, genoeg namen. Gomez is wel wat ouder nu.
natuurlijk wel een legende die ik graag terug wil bij PSV. Een van mijn favoriete spelers aller tijden bij PSV. ...267 kijkers op dit moment. Ja, hoeveel likes? Gun ons wat voor de kijkers. 132 likes, jongens. Like even als je dat nog niet hebt gedaan. Het wordt zeer gewaardeerd. We gaan voor de 300 vandaag met de pack opening. Met de wat? Met de pack opening. Doezak of zoiets. Doezak was ook een van de beste, ja, vond ik. Zieke linkspoot. Bram Heuveling, welkom jongen. Bram Jans, heel welkom. Zou je Afellay nog willen terugzien met PSV? Oh, Afellay 100%. En ik lees net een Afellay toevallig. Wijnaldum natuurlijk. Leemans, dat is ook wel een leuke. Ben Arfa. Zie wat waard. I don't think so. Boeren, Keanu de Grote, yes. Rick Kersten, welkom. Jens, 2003, welkom jongen. NS Games, welkom broeder. R10XXX, dankjewel. Kom op jongens, iets leuks. Even een goede pack. Gun ons wat, IE. Mario Gomez, oi. Het ziet er weer niet uit nou. 82 reed het maar. Geen team die we nu hebben, Madelief. Dat is ook helemaal niks. Valt een beetje tegen, jongens. Hoe oud zijn dat jullie? Dat had ik stiekem wel verwacht met die normale packs. Yes. Even kijken of Rogel wat waard is. Ik ben 22 jaar. Wat? Ik ben 18. Rogel, voor hoeveel? 800. Toch wel. Oh, je hebt net een schaduw verkocht. Ga weg. Ja, man. Ga weg. Nee. Schaduw, toevallig. Daar is hij. Alex van Tjonger, zeker weten, veel streams kijken van pro's, veel nieuwe tactiek uitproberen. Oeh, wat krijgen we? Dan moet het lukken, jongen. Weer in Spanje, Cazorla weer. Dezelfde. Kom op, man. IE. Santi Cazorla. Doe ons dit niet aan, man. Tijn, Genghis Under. Hoeveel was die waard? 3500? Ja, zoiets. Wiki zegt dat je 24 bent, Ali. Ik wist niet dat er een Wikipedia pagina van mij bestaat. Bestaat die wel eigenlijk? Het is ook niks. Luis Gustavo. Zometeen pak je Roberto Firmino. Ik hoop het. Jij mag even verder gaan. Ja? Yes. Ik knal even een paar spelers eruit, een paar walkoutjes. Doe maar. We hebben nog geen walkout gehad. Nee. Ben je het? Nou. Kom maar even hier zetten, ik lees de reactie. Gemaakt. Wat fout? De 7,5 fout. Weet je dat? Ja. Laat mij eerst uit. Maar ik haal er wel. Ja, wat? 1000 coins. Oké, we hebben allebei 7,5k de prullenbak ingegooid. Mensen zeggen, je hebt schaduw verkocht, Roman. Is dat zo? Gaan jullie ook een buitenlandse e-sport halen? Is nog niet bekend. Heel veel vragen. Weet iemand wanneer Fortnite op PS4 het weer doet? Daar ben ik ook heel benieuwd naar, jongens. Jawel, Nainggolan is een welkoud, maar die skipten jullie.
Oh. Zie je, ik heb gewoon 86 een wildcard. 86 rated, ik weet niet, want hij bleef wel hoor. Hij bleef wel huilen. Ja? Gamero. Roma, wie is je lievelingsspeler van PSV? Dat is op dit moment, ja, eigenlijk twee Lozano sowieso en Bergwijn. Jagertje eruit. Roma slaapt. Hoezo slaap ik, jongens? Kevin. Hebben jullie een goede mod nodig? Hier ben ik. Dat zal ik onthouden. Ganisco. Guardian. Komt er een giveaway? Wie weet, houd het in de gaten. Hou ons Instagram in de gaten. Roma op die laatste streepje 90. Aigoon. 94. 96. PSV eSports. Spelen jullie Fortnite? Wat is dat? Oh, je mond, joh. Ja, jij speelt alleen maar Fortnite. Die jongen moet eigenlijk FIFA spelen, maar die speelt geen FIFA meer. Reina. Nee, grapje. Ali speelt nog heel veel FIFA, maar we spelen ook heel veel Fortnite. Wordt PSV kampioen tegen Ajax? Sowieso. Zo, heel veel vragen. Ik kan sommige niet eens lezen. Wanneer is de finale Eredivisie? Dat is 11 mei, jongens. Live! Zou ik misschien mod mogen, Roma? Heb nog nooit een stream gedaan. Zou misschien mogen. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar wanneer we mods nodig hebben, jongens, laten we dat ook zeker weten. En degene die dat leuk vinden. En die daar ervaring mee hebben, vooral. Hoeveel likes hebben we? We hebben, hoeveel likes hebben we? Rechtsboven staat nog een linkje, daar kunnen we kijken hoeveel likes. Waar? Naar de live pack opening. We hebben, Hoeveel? 160. Yep. Net waren het er meer. Of niet? Dat was de vorige stream. Oké. 160 likes, jongens, dat kan meer. Druk op die like button. Geen packlet, boys. Op console wordt de finale gespeeld. Er wordt op twee consoles gespeeld, jongens. Aangezien wij de PlayStation kampioen zijn, spelen we sowieso een wedstrijd op PlayStation. Dat is onze thuiswedstrijd. Het is een beetje Champions League. En we spelen ook een wedstrijd op de Xbox. En dat is een wedstrijd als het goed is. De tegenstander moet nog bekend worden. Maar twee wedstrijden, jongens. Eentje op de PlayStation, eentje op de Xbox. Roma, mijn naam spreek je uit als Janisco. Oké. Doe je even hierna even een no-spec? Een no-specje weer. En een discard pakje. Gaan we dat doen? Gaan we dat aanmaken? Nee. Geen discard pack. We hebben het geld wat nodig. Ik vind jou het beste. Wacht je shirt. Barça of Real? Real. Barça. Ja, Ali is een grote Real fan. Barça fan, jongens. Hij houdt van Ronaldo. Ronaldo is, Romal is de grootste Barça fan die ik in mijn leven ken. Ik ben Real fan, Ali is Barça fan. En ik ben Ronaldo fan, hij is Messi fan. Al moet ik zeggen dat Messi natuurlijk ook. Ja, dat zijn allebei de beste spelers van vandaag. De dag. Ronaldo is de beste speler van de wereld, maar Messi is van een ander planeet. Snap jij? Forsberg! Daar word ik ook niet blij van. De donderdag. Roma, je bent er wel goed uit. Barcelona is wel de beste, man. Daar ben ik niet mee eens. Daar ben ik het zeker mee eens. jullie weten tegenstander toch? Eredivisie is opgenomen. Ja, dat weten we stiekem wel. Wij weten de tegenstander. Maar we doen alsof we het niet weten, want we mogen er nog niet over zeggen. We mogen ons niet verspreken. We mogen niet zeggen dat Menno onze tegenstander is. Finale. Ja, wie weet. Ja, dit is weer niks. Eigenlijk doe je best, man. Wat is het nou? Oh, lekker bij. Hey, je kan wel lekker, hè? Skokko eruit, jongen. Dat is helemaal niks, dit, jongens. Tegen Roma was hij echt van een andere planeet nergens te vinden. Wat zeg je? Van een andere planeet nergens te vinden. Ja, dat hoort erbij, hè? Dat hoort er zeker niet bij. Jij is op. Bij zulke wedstrijden moet je laten zien. Nee, zoals Ronaldo. Als team waren ze slecht. Maar hij is er op de belangrijke Haal momenten. Haal in vorm de pijn en spits. 99 kracht en 99 vijf. Dat is wel ziek. Dat ja, is echt ziek. Zo hoeveel sterren wie ik voet? 2? Hé, hey, wat is dit, man? Als Ronaldo elke keer op die pack ding staat, krijgen we niks. Als Roma een goede club of niet, Ali? Wat zeg je? Als Roma een goede club of niet, Ali?
Mwah, ze zijn wel goed. Puur door Genghis mag ik ze wel. Dus ik doe nou ook gewoon alles. Omdat Genghis nee speelt. Jongens, volgend jaar is nog niks bekend wie de Indivisie gaat spelen. Wie überhaupt op de Xbox gaat spelen. Dus daar kan ik helaas niks op... ja, die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik heb gehoord dat jullie tegen Dani Kuiper moeten in de finale. Nee, dat is ook niet waar. Jullie met z'n tweeën team instructions bepalen voor een wedstrijd en is dat... Oh, dat ging te snel. Die reactie zal ik het even terughalen. Doen jullie met z'n tweeën het team en instructions bepalen voor een wedstrijd en is dat ook per wedstrijd verschillend? Het is bijna niet verschillend per wedstrijd, maar we overleggen wel altijd. We passen ons wel soms aan de tegenstander van hoe die speelt, et cetera. We bereiden ons altijd samen voor, jongens. Tegenstander analyseren, soms... kies een andere opstelling uit, maar meestal gaan we gewoon van onze eigen krachten natuurlijk uit. Maar een leuk voorbeeld is, Ali zijn eerste interland tegen Engeland. Tegen natuurlijk een van de beste spelers van de wereld. Wil Ali 4-1-2-1-2 spelen. Ik ging met de opstelling van de tegenstander spelen en we kwamen al gauw uit dat 4-2-2-2, zeg het goed, 4-2-2-2, een betere opstelling zou zijn tegen zijn opstelling. Dus dat soort dingen, ja, dan moet je je gewoon aanpassen. Dat heeft zich ook heel goed uitgepakt. Ali heeft gewoon gepompt. We hebben gewonnen, man. Dat is lekker, hè? Speel. Hoeveel wordt het zondag? Dat hebben we eigenlijk al beantwoord. Ik denk 2-0 of 3-1. Ali denkt sowieso winnen. Hoeveel weet hij niet, maar sowieso een winst. Romo, baal je heel erg van dat je dit seizoen ook niet op Xbox mocht spelen bij de Eredivisie. Nee, ik baal er niet van. Ik weet niet of ik daar zoveel over mag vertellen, maar... Ik had de optie, laat ik het zo zeggen, om eventueel de Xbox gedeelte te spelen. Maar ik ben geen Xbox speler. Ali speelt allebei de consoles. Natuurlijk is hij beter op de PlayStation, maar hij is ook heel goed op de Xbox. Dus als team hebben we besloten dat Ali ook de Xbox gedeelte zou spelen. En dat heeft zich heel goed uitgepakt tot nu toe. Hij doet het geweldig op de Xbox. Gisteren en, verloren van Ajax, doet het geweldig op de Xbox. Ja, dat maakt niet uit, hoort er ook bij. Van tevoren hadden we niet verwacht dat je zo goed zou doen. Nee, ook niet eerlijk gezegd. Dus, weet je, ik hoor ook bij het team, dus ik ben blij dat het zo goed gaat. Dus ik baal er zeker niet van. Nu nog de finale winnen, hè? Zeker. No reaction pack, please. Gewoon niks zeggen. Ja, oké. Okay. Hierna doen we een no reaction pack. Wie zouden jullie graag bij PSV willen zien buiten de top 5 competitie? Moeilijk. Dan denk ik... Alessandrini. Zlatan. Ja. Ja. Zeker. Dan bijvoorbeeld de Quincy. Promes. Ja, kan wel. Ook Nederland. Een hele goede speler. Ja. Nederlandse jongen. No reaction pack. Nou, dat was hem. Dat was hem. Real had wel geluk, dat kan je niet ontkennen. Real had zeker heel veel geluk gisteren, jongens. Wie is er? Ali of Roma? Allebei. Ali heeft al een woord gegeven. Komt de stoelen waar jullie nu op zitten in, van de webshop? Nee, dat zijn speciaal customized stoelen voor ons. Door Playseat gemaakt, die zijn nergens te koop. Ik heb gehoord dat er binnenkort wel een consumenteneditie gaat uitkomen. Het zal niet precies hetzelfde zijn, maar ik hoop dat die zo snel mogelijk op de markt komt. Want we vragen heel veel mensen naar die stoelen. En ondertussen hebben we gewoon board en hopelijk... Ah, weer die Spaanse vlag, hè? Asengol. Wat is tot nu toe het beste? Ja, we hebben tot nu toe Nainggolan als beste speler gepakt. Steven. En Michel. Ik ga zondag PSV Ajax kijken, zegt Bram. Bram, misschien zie ik je. Ik ben er ook bij. Ali is er ook bij, natuurlijk. Is er ook een naar de halve finale? Ik vind van wel. Als je 3-0 thuis van Barcelona kan winnen. En zo'n goede wedstrijd speelt. Dan verdien je om gewoon in de halve finale te staan. Weet je het mee eens? Nee. Hoezo niet? Nee, gewoon niet. Het zat gewoon tegen.
Dus zij zijn niet verdiend in de halve finale. Ja, dat weet ik niet, man. Ze speelden zo goed, man. Dan moet je ja, maar in de halve finale gaat het toch weer mis, denk ik. Dat is niet de vraag. De vraag is ja, of ze jongen, verdient in de halve finale. Barca had het verdiend, naar mijn mening. Ongelooflijk, die jongen. Je kan gewoon niet een eerlijk antwoord geven. Hoe heten jullie op de Xbox? Ik heet Romo. Ik heet Ali. Jonas... Wie van Ajax zouden jullie graag bij PSV zien? Oeh. Hakim, man. Zie je. Nou, dat is wel een hele goede speler. Gaan jullie mee op de platte kar? Wie weet. Ik hoop dat het mag. We hebben nog niks van gehoord. We moeten even... Even leger. Ja, hij is niet te leger, dat is het probleem. 40 op de markt. Je kon die dingen uitbreiden. Ja. Dit is voor Futteam, Futteam. Dit. Maar platte kar zou mooi zijn, jongens. Misschien als wij zelf kampioen worden, dat we dan sowieso op de platte kar mogen. Wanneer gaan jullie weer tegen fans spelen? Elke dinsdag doen we dat, hè? Elke dinsdag, maar ik weet niet of we deze dinsdag dat ook gaan doen weer. Want we heel veel packs gaan openen. Dus we moeten even kijken, maar normaal gesproken elke dinsdag. Misschien volgende week dinsdag weer, maar het is nog niet zeker. Het is wel zeker dat we live zijn. Maar of we tegen fans spelen, weten we nog niet. Hey boys, vonden jullie de sliding van Lozano PSV ook zo mooi toen hij in dat netje ging? 100%. Wilskracht, agressie. Wou ik net zeggen. Dit gaat lang duren, dat gaat zeker lang duren. Maar volgens mij vinden de kijkers dat niet erg, want... Ja... Hebben we de 200 kijkers. Likes al gehaald ondertussen? Ik zal eens even kijken. De 200. We hadden er net 160. 205. Gaat dank jullie wel, jongens. Ik vind jongens, dit fenomenaal. 95 likes, dan hebben wij ons doel gehaald. We hebben gericht op 300 likes. Dat is ons doel. Dus vergeet niet op die like button te trekken. En weer die borden, maar er komt helemaal niks, man. Hier, weer, ik skip het gewoon. Het is weer CM, als weer Cazorla is, hè. Nou, hier. Oh, Saul. Maar wat vond je van de sliding van, hè? Hoezo kan ik niet meer sturen? Ik heb net nog ding gekocht, man. Moet ik eruit en erin, of wat? Misschien. Maar iemand vraagt, wat vond je van de sliding van Schwab? Ja, dat zegt gewoon, kijk maar op mijn profiel. Abnormaal. Schwab speelde zo'n goede wedstrijd, jongens. Sowieso het hele seizoen al. Mm-hmm. Echt een hele goede verdediger. En die sliding was... Het was een sliding alsof hij met zijn leven slijt. Met alles wat hij in zich had. Is het niet uitgebreid? Ja, dat kunnen we niet zien. Wacht, misschien... Dat kun je wel zien, eigenlijk. Ja. Nou. Transferlijst 100. Ja. Nou is hij uitgebreid. Ah, stroma. Zie je dat? Kijk maar even in de chat. Bram gaat slapen. Bram, wel trusten. Wel trusten, jongen. Het is vroeg, maar dat maakt niet uit. Ik voel jou. Guayaan CV Jiménez. Sam zegt, bij 300 likes gaat Roma Cocu assisteren bij PSV tegen Ajax. Ja. Gaan we doen, jongens. Wie gaat dat regelen voor mij? Als ik Cocu mag assisteren zondag tegen Ajax, gaan we sowieso winnen. Wie vinden jullie het beste speler van de Eredivisie? Lozano? Nee, dat vind ik ook. Ongetwijfeld. Welke FIFA-spelers must have in je team? Must have in je team? Son. Son. Laat je team zien die je wilt maken. Daar zijn we nog mee bezig, jongens. En Douglas Costa. Die van je? Zieke Roman langs de lijn. Een shout-out naar Ibo. Ibo, als ik langs de lijn sta, dan ga jij sowieso mee, man. Ja, jij hebt die tel ook, toch? En met 350 likes gaat Roman de spits. Ja. Ik heb wel de lengte voor. En de body. En bij 400 likes gaat hij op goal. Pek even Ronaldo. Dan red jij, dan staat er 2-1 in de 90ste minuut. Krijg Ajax een penalty en dan red jij je. Doe ik sowieso.
Net zoals gisteren. Die bal met gaat bijvoorbeeld zo, die zoet bal, die bal gaat er sowieso niet in. Wat vind je van Depay? Memphis. Ik ben geen homo, maar... Nee, ik was... waarom kijk... Ja. Dat zegt wel wat over je, dat je nee, maar jij geeft. Zegt, wat vind je van Depay? Wat daarover wordt gevraagd, van wat vind je Depay van Depay? Depay is een goede voetballer. We zitten bij PSV, dat is een oud PSV, dus hij heeft ga je het niet goed. Zo'n antwoord geven. Hij heeft het heel goed bij Lyon. Oké. Okay. Ja. Niet altijd basis, maar toch, als hij er is, dan staat hij er wel. Hij heeft een aantal wedstrijden beslist met de laatste minuut. Tegen PSG en vorm, tegen Marseille, volgens mij. Hij de laatste wedstrijd 4 assists en 1 goal gemaakt. Ook, ja, die in vorm normaal, staat er al. Thijs Gaming Vlog zegt mijn naam. Nou, hierbij Thijs. SO naar Thijs. Bij 450 likes doet Ali een Panenka. Goh, en hoe? Kennen jullie Belgische teams? Sowieso. Tuurlijk. Ik ken Anderlecht. Ik ken Club Brugge. Cerkel Brugge. Gent. Genk. Oostende. Sofiane. Deze is voor Ibo. Dit is Ibo's favoriete voetballer. Van Gouli. Denken jullie dat PSV makkelijk van Rode JC gaat winnen? Ja, dan weet je wat het is? Tegen die tijd dat we tegen Roda spelen, zijn we al kampioen. Dus we gaan lekker met spelers spelen die een beetje rust krijgen. Een beetje de jeugd erin, zeker. Denk ik. En we gaan gewoon winnen. Sam Lammers. Ja, we gaan gewoon winnen. En Gudmundsson. Zeg mijn naam, please. Gewoon Jackie S.O. naar jou. Gaan jullie weekend League Rewards openen vandaag? Dat gaan we denk ik ook doen vandaag. Dus wees erbij, Jordi. Job, ik heb een glitch met FIFA. Even kijken. Je reactie is net weg. Oh, oh, oh. Het waren woorden. Ik heb hem geskipt. Ik heb dus een glitch ik hoop met dat er FIFA iets geks uitkomt. Ik hoop dat ik niet meer ben. Andere games. Miranda! Vamos, even kijken. Nee, ik weet niet wat het is. Even hier Miranda invoeren. Gaan even Miranda opzoeken. We Hello. Hebben 286 rated eruit gehaald, jongens. Hij loopt vast, man. Loopt hij vast? Ja. Kan je heel even mijn telefoon aangeven dan? Dan ga ik snel kijken. Hé, hey, hoe kom jij aan dit, man? Ja. Regel ook eentje voor mij. Miranda, hier. Hij doet het. Ja. 86. Ja. Die is 21,5k. Nou, oké, okay, oké. Dat is de ene... Beste speler van vandaag, jongens. Toch heb jij de duurste gepakt vandaag. Dubbele bekant. Die ga jij niet overtreffen. Het is wel jammer dat we nou pas 100k verder zitten, hè. 244 likes. En het is nu 7 uur. Ik hoop dat er packs komen. Ibrahim Parlek zegt... Ewa Sofiane. Ewa Sofiane. Ewa, kijk uw packen, man. Bruma. Bruma. Ali aka Bruma. Juve is gewoon fucking hard genaaid. Echt niet te geloven. Niet te geloven, man. Ik ben het ermee eens, man. Gaan jullie ook SBC doen? Nee, dat gaan we niet doen. Voor wie zijn jullie dan in België? Ik heb geen team in België, eerlijk gezegd. In België? Oh, dat is een goeie, man. Ik heb ook niet echt een favoriete club uit België. Ik vind Genk wel leuk. Leuk stadion. Puur daardoor, door een stadion. Waarom openen jullie nu pas packs en niet aan het begin van de E-divisie? Goeie vraag. We hadden natuurlijk al een redelijk team op de Xbox. Omdat we nu de finale gaan spelen 11 mei. Willen we niet zeg maar, het op het team laten aankomen dat we daardoor verliezen. Dus gaan we gewoon een team investeren op de PlayStation. Zoals eerder gezegd, hebben we al een goede team. Op de Xbox is het wat minder. Vandaar dat we nu heel veel packs gaan openen op de Xbox, jongens. Dat is eigenlijk de reden. Secret Friend. Jullie zijn legends, SO naar jouw secret friend. Wat vinden jullie van Prime Crespo? Prime Crespo, ik heb hem niet geprobeerd, maar ik hij heeft wel een aantal goals tegen mij gescoord. Ja, ik heb hem uitgetest, jongens. Ik heb heel veel spelers getest. En Crespo is een hele goede spits. Zeker het geld waard. Kan heel goed afmaken, longshots zijn geweldig, kan goed dribbelen. Eigenlijk een complete spits. Dus als je het geld ervoor hebt, is het zeker een hele goede spits. Een solo Fortnite winnen of een 100k pack openen? Ja, een solo Fortnite. Solo Fortnite winnen, man. 100k packs zijn zelfs zo slecht. Hé, hey, een jagertje eruit. Spelen jullie ook Fortnite? Zeker spelen wij Fortnite. Is er een Champions League E-divisie? Nope, nog niet. Bijna 7 uur, zegt iedereen. Bijna speciale packs misschien. Ik hoop het, anders moeten we weer een uur wachten.
ik hou van jullie PSV's niet slecht. Even kijken. Zijn er nog leuke vragen, jongens? Wat is je afkomst, Romal? Ik ben Afghaans, jongens. Bijna 2 milli, zegt Ibo. Ja, man. Ibo, heb je goed berekend, man? Goed opgelet tijdens wiskunde. Of rekenen. Dat is geen wiskunde, dat is rekenen. Hoe laat komt Ibo? Ik weet niet. Ibo, hoe laat kom je? We hebben je nodig, man. We hebben een beetje geluk nodig. We hebben geen, niet echt geluk vandaag. We hebben Molan en Miranda tot nu toe gepakt. Het is 7 uur. Klopt dat? Ja, kijk eens of er speciale packs zijn. Yes, mega pakketjes. 5 stuks. Halen we die? Zeker. Dat is wel jammer, 5 maar. Ja. Wat is dit? Het was een beetje zo glitterig paars. Ja? Oh, dit is niet normaal. Isco. Het is wel koud. Lekker, man. Of niet? Nee. Hoeveel is die? Isco. Ja, kan je... Kijk even. Isco, kom als Isco. Je... Ik moet er net iets... Ik kan hem net kwijt. Even lezen. Voordat hij weggaat. Ik kom als je zegt kom. Kom! Wat is dat nou? We hebben al gezegd kom langs. Ibo is als het goed is nu onderweg. Ischko is 100... Oh, kut. Wat een hoop. Oei, oei, oei. Dan hier, druk hierop. Ischko is 23,5k. De één naar beste van vandaag. Miranda overtroffen. Ja. Lekker man, Ischko. Real Madrid moet het weer gaan doen voor ons. West Barça. Ga weg, man. Jongen, jongen. 1000 met de bol chance. Mag ik nu even prekken? Nee, je hebt een conditiekaart. Ja, weg. Dat maakt niet uit. Kom op, man. Hup, hup, hup. Je trek, er nog uit, trek er nog één uit, alsjeblieft. Kom op. Jongens, daar ga ik. Ik wacht even op jou tot jij gaat zitten. Nee, ik blijf staan voor het geluk. Hup. Voor het geluk? Ja. Jij brengt geen geluk. Doe, ik heb net 2 keer wel coachje, of ja, 86. Kom op, jongens. Dit is weer iets. Weer 3 vinkjes, flares. Oh, dit is toch niet te geloven? Adoris, hoeveel Spanjaarden hebben we vandaag wel niet gepakt? Daan Stevens is ook in de chat. Welkom jongen, Joel ook welkom. 2 vaste kijkers. Chalhanol, Dos Santos, Perin, allemaal weg alsjeblieft. Zo snel. Oh, wacht. Even nog doorkijken voor een jagertje of zo. We zijn er weer bij en dat is. Jij wou deze ook kwikstellen, hè? Stefan Kassen, ik ben 22. Wat zei je? Die wou je kwikstellen. Ja. Het is maar goed dat ik er nog ben. Jongen. En Zaggy. Hier, kijk, dit wou je ook allemaal kwikstellen. Pieter van Heteren, welkom jongen. Daar gaan we, jongen. JS Gaming NL, welkom. Leuk dat je kijkt. Pelé is er. Oh, dat is wel mooi. Prime Pelé. Gaan we nu? Nee. Moertos is Arkan, dankjewel. Weer naar Spanje. Het is toch niet geloven. Casillas, dat is toch abnormaal. Pelé en Zanetti zijn in de game. Ik krijg alleen maar Spanjaarden vandaag, man. Zanetti, is die wel goed? Prime? Even naar de statistieken kijken. Kracht 77. Nou, dat is al een afknapper. Thijs Gaming, bedankt dat je bent gekomen. Fijne avond. Dutchbird, die komt om 8 uur. Gekke gasten, dankjewel. Secret Friend, hopelijk op een dag. 261 kijkers, dat dankjewel jongens. Het is niet eens een boord. Jongen. Tolisso, lekker. Zie wat waard. Ik ga heel snel voor jou checken. Quarantine. Tolisso is daar. Ondertussen hebben we 252 likes. Dat is wel lekker, man. Lekker, jongens. Heel erg bedankt, jongens. Blijf zo doorgaan, natuurlijk. Dankjewel voor je complimenten. Helaas net verloren.
niks aan te doen. Stan de Jong, ja, ik ken zeker Beerse Boys, vroeger heel vaak tegengespeeld. Bram Heveling, Heuveling, succes met plassen, jongen. Ben je goede vrienden met Dani, yep. Sandra Timmermans, welkom. Abdel Halik, welkom. Denzel, die komt om 8 uur. Thibo, welkom. Gaat goed. Ronald de coach, bijna. Bij de 300. Dat nog eentje, laatste. Kom op. Dat is de laatste. Wil jij die openen? Nee, jij moet die met je neus doen. Met mijn neus. Ja. Afghaanse neus. Hup. Wat een strijder zeg. Nog eentje, kom op. Ja, dit wordt hem, man. Dit wordt hem. Je hebt hier zo hard voor gestreden. Kom op, man. IE. Oh, shit. Niet eens. Hou ik hiermee? Sturridge met zijn downgrade. Daan speelt Fortnite. Nee, ik speel de PlayStation. Second vent, goed om te horen. Beterschap. Oorschot vooruit, die kennen we natuurlijk ook. Allemaal omgeving, Eindhoven. Yes, Joppe. Dit is toch niet normaal? Gouden leeuw nog. Oh, wacht, deze mag ik niet verkopen. Santiago Bernabeu. Nog steeds niet de 2 miljoen aan. Weet je wat het misschien is? Misschien moet ik gewoon mijn vest uitdoen. Weet je wat ik aan heb, jongens? Ik heb gewoon mijn PSV shirt aan. Speciaal voor jullie. Speciaal voor deze stream. Ga dat geluk opleveren. Dat gaan we zo zien. Zo, wat een adrenaline zeg. Zeker. En deze kijk eens wat er achterop staat. Zet gewoon Abdi achterop, jongens. Als dit geen geluk brengt, weet ik het ook niet meer. Daar gaan we. Ah. Fida, ken je hem nog? Ja, man. Waar heeft hij gespeeld? Bij Dynamo Zagreb. Michel V, ik vind de blauwe tenue het mooiste van dit jaar die Roma al nu aan heeft. Wie is de beste tot nu toe gepakt? Ja, we hebben Nainggolan gepakt, Miranda. En Isco Disco, die wil je natuurlijk niet benoemen, hè? Isco Disco. We hebben al bijna 20.000 FIFA-punten uitgegeven. Dat is wel wat. Maar nog steeds niks. Dat is meer dan 100 euro, bijna 200. Ik ga nog een Legend pack vanavond. Een Legend, ben er bang voor. We gaan gewoon een Legend packen, let me op. Dat zijn mijn woorden. Pastoor, nee. Lo Celso. Dit is zo slecht. Oh, ex-Ajax ziet Lodero. Moeten we dat ook meemaken, jongens. Nog 10k. Kom op. Wie is de beste tot nu toe gepakt? Nainggolan. Kan je de mic even uitzetten? Ik moet je even iets vragen. Even een korte vergadering gehad, jongens. En gaan gauw verder. Zieke vergadering, jongens. Daar gaan we. Heeft onze vergadering geholpen? Nee, nog steeds niks. Jongen.
Goed bezig, jongen. Lekker in Spanje. Tim, welkom. Hoeveel likes hebben we? Hoeveel likes hebben we? Vraagt Romal, ga ik heel snel spieken. 264 likes. Oeh, bijna 300 jongens. Kom op, help ons aan die likes. Want EA gunt ons niks. Arnautovic, goede speler. Rachel S, welkom. René, we hopen het. Kaelen Feyenoord, welkom. HTD, dankjewel. Lisa, het liefst niemand. Meer likes dan kijkers. Hoeveel kijkers zijn er? 221. Oh. Soldaten. 221 vaste kijkers, de echte soldaten. De trouwe kijkers, daar hou ik van. Dankjewel. Ai, ai, ai. Ik ben niet tevreden, eerlijk gezegd. Ik ook niet, zeker niet. Stel je voor dat je 200 euro zou uitgeven, dan krijg je dit. Jongens, we hebben goed nieuws. We gaan straks om 8 uur gaan we ook Elite 1 packs openen. Ja. Dus wees erbij, zorg dat je erbij bent. We zullen het ook op Insta aankondigen. We gaan eerst gauw verder met die normale packs, want EA moet ons wat gunnen, toch? Gewoon, geef ons iets, al is het gewoon iets. Gewoon een legend, maakt niet uit wie. Een Arabier. Saui. Deze man stats, had vorig jaar team of the season, hè? 86 PCV. Lekker man. How Saui. En ik back hem gewoon. Wanneer komt team of the season uit? Jongen, wacht, ik denk in mei. Willem, thuisshirt. Moreno. En Romal is... 18. Nee jongens, ik ben niet 18. Ik ben al 28. Tijd gaat zo snel voorbij, joh. Hoe kan ik al 28 zijn? Ik kijk je op tv, Ali. Je bent een baas. Game Freak, dankjewel. Ben jij alleen een baas? Ik niet. Jij bent ook een baas. Maar waarom zeg ik dat nu? Kijk eens hoe laat het is, 1913. Oeh, mooi tijdstip. Wie zei dat? Zei dat zelf? Ik zelf. Ik heb dat zelf ontdekt. Dus eigenlijk moeten we wel even snel iets goeds pakken. Tussen 1913 en 1914. Het zou wat zijn als we de Elite Rewards daar Pogba pakken, hè? Zo. Te stil. Ik word er ook stil van als ik zie wat we eruit krijgen. Kom op. Het is nog 1930. Ah, het is al 1914. Savage. Ja jongens, we hebben wat meer energie nodig. We hebben Ibo nodig. Ibo is denk ik onderweg. Ik ga de stream straks helemaal kapot maken. Met een paar goede spelers. En zijn energie. Victor die zegt, dit zijn flutpacks.
No. Morgen om 19 uur, 20 uur en 21 uur Lightning Rounds met 125k packs en zo. Meen je dat? Het zou wel mooi zijn als die morgen komen, dan gaan we ze gewoon in onze eigen tijd openen. En misschien een videootje achteraf op YouTube gooien. Dat kan allemaal. Ook vandaag hebben we natuurlijk deze livestream gepland, dus gaan we zeker ook dat vanavond laten doen. Samen met jullie. Straks natuurlijk de Weekend League Rewards Elite 1. Kijken of we daar nog iets leuks uit kunnen pakken. Kom op. Van wie is dit team? Van ons algemene PSV team. Van ons algemene PSV eSports team en ons manager Bram. Ik ken het meestal, heeft Elite 1 gehaald dit weekend. Een echte strijder. Hoe laat kan je Weekend League Rewards openen als ze uit zijn om 8 uur? Morgen special pack op de TT. Kijk eens wat ik voor jou heb gepakt. Ja, ik denk dat die ook wel komen. Ik denk dat die team of de knockout stage gaan komen morgen. Van de Champions League. Dan komen er zeker zieke packs, ja. Ah, één flag. Laat maar raar eens. Oh. Er komt echt helemaal niks uit. Ik word er chagrijnig van, man. Kan hier ook niet goed tegen. We zijn pas 200k verder. Met 23.200 FIFA points. Jonge, jonge zeg. Wil je ze allemaal opmaken nu? We gaan ze gewoon opmaken. Kan hier niet tegen. Gray. Wij zijn niet degene die erover gaan over van de mods, Joel. Dus wij kunnen daar niet aan doen. Maar ik zal je naam onthouden. Ja. Als we daar binnenkort een overleg over hebben. Kijken, hoor. En Tobias. En Tobias, ja. Daan Stevens. Even een bril op, misschien op dat. Misschien geeft dat geluk. Wil je iets drinken? Doe maar water. Water. Jongens, willen jullie iets drinken? Ga ik dat even kijken halen voor jullie. Oh, weer één flair. Mijn bril is een beetje scheef, jongens. Ik ben laatst op gaan zitten. Ja, man! Dat was jouw keeper. Dat was mijn keeper, jij in het begin. Goeie keeper. Maar weet je wie nog beter Lucas, is? Lucas, dankjewel. Weet je wie nog beter is? Nou. Wie denk je? Keeper. Ja? De Gea? Nee. Gewoon die niet zoveel kost. Gomez? Ja. Ensar, welkom broeder. Als je de controller aan Ali geeft, pakt hij borden. Mag ik één keer proberen? Oké. Okay. Dan ga ik drinken halen. Als jij borden pakt, haal ik wel drink voor. Oké. Okay. Helaas jongens, sorry, excusez-moi. Ik ga drinken halen. Fuego. Cause life is fuego. Ja jongens, daar gaan we met weer een slechte pack, denk ik. De Bajor. Wil je water? Ja, ik wil water. Lekker gezond, jongens.
ook voor jullie als je veel gamet en zo. Probeer zo gezond mogelijk te eten en te drinken. Het helpt echt in de prestaties. Ik heb een Boyd. 1 flare weer. Weer een Spaan. Ah, weer Saul. Koken. Wat is die waard? Gooi hem erop voor 14, jongens. Dat is weer niks. En ondertussen heb ik wel lekker water. Kan je die kabel eruit halen? Wat kabel? Deze, of die dan nog aanstaat. Beter toch? Man. Ah, die is van achter een pack openen. Rima en Sofian, en zo naar jullie jongens. Kom, ik ga wel even zitten. Ja? Roman gaat even zitten jongens, en dan ben ik aan de beurt om even een paar zieke packs te packen. Ja, die ga je natuurlijk niet live. Nee. Oké. Doe eerst bronzen en dan gouden pakket. Volgens Game Freak brengt dat geluk. Mag ik een SO? SO naar Sammy 7173. Hoe komen we naar al die FIFA punten? Ja, als je e-sporter bent, dan krijg je wel zulke FIFA punten, jongens. Is nodig. Doe een draf. Nee, vandaag gaan we echt FIFA punten, ja, packs openen. We hebben heel veel FIFA punten. Geen tijd voor een draft. Want in het openen zelf zit heel veel tijd in, jongens. Ja, Lars voelt een Ronaldo aankomen. Een Ronaldo? Ja. We hebben nog niet eens een wal koud. Lars staan in Lars de Ronaldo. Lars heeft plannen, man. Lars heeft plannen. Ik ben er bang voor, Lars. Ja. Ayman zegt ook al, wat een slechte speler zeg. Anoniem zegt, wil je mijn naam zeggen? Esso naar Jarno. Ali, die polo is echt mooi, man. Dankjewel, man. Van Joel. Dankjewel, Joel. En mijn shirtje dan, Joel. Is die niet mooi? Het shirtje is toch ook mooi? Geef mij ook complimenten, joh. Esso naar Game Freak en Stijn. Esso naar iedereen, jongens. Wie is de beste die jullie gepakt hebben? Tot nu toe is dat Nainggolan. En we hebben nog Isco gepakt, Miranda, noem maar op. Nog steeds Nainggolan, ja. Voorspelling voor zondag, ja, ik heb dat al voorspeld. Gaat 2-0 worden of 3-1, één van die twee, moet wel. Dan gaan we hier met z'n allen feesten. Oeh, dat is weer één flair. Zeker een Spaanse vlacht. Portugees. Bernardo Silva. Oeh, Quaresma. Mooie speler. Is dat 18 zo. Verdediging. Serieus? Ja.
Ayman vraagt of ik volgend seizoen niet spelen. Ga spelen. Daar is nog niks over bekend, Ayman. Dus daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Ik kan niet wachten, want mijn moeder is zondagjarig en PSV wordt dan kampioen. Ja, ik hoop het. Dat zou een mooi cadeau zijn voor je moeder natuurlijk. Zeker. Spelen jullie VPG Pro Clubs Boys? Nee. Vroeger wel gedaan. Kevin is er zondag bij. Leuk man, Kevin. Ilan zit ook in het stadion. Abonneer allemaal even op Game Freak, die heeft een YouTube kanaal. Misschien heeft hij leuke video's. Hebben jullie al die FIFA points zelf gekocht of van een club gekregen? Nou jongens, omdat die vraag heel vaak komt, voor deze ene keer en de laatste keer ook gelijk een antwoord naar jullie toe. We hebben die van de club gekregen, dus niet van ons eigen zak. En zo naar PSV. Wat vonden jullie van Nick Molenaar? Oh, leuk, het was een hele leuke dag. Bijzonder om zijn wens in vervulling te laten gaan door ons te ontmoeten en een potje FIFA te spelen. Maar ook echt een hele leuke jongen, grappige jongen, jongen met humor. En ja, het was een mooie dag. Prupper. Wie gaat de Champions League winnen volgens jullie? Bayern München. Nee man, die doen het echt niet goed. Ik heb echt hoop op Liverpool, hoe gek het ook klinkt. Ik gun Liverpool met strijd. Maar ik ben bang voor dat Real het wordt. Ja, sowieso Real. Als iemand anders het wordt dan Liverpool. En ik zou het niet eens erg als Liverpool van Real in de finale wint. En welke spelers willen jullie kopen met het geld die jullie krijgen? Goeie vraag. Heb je daar al heel veel nagedacht? Ja, we hebben al een team gemaakt, een conceptteampje. Maar dan moeten we nog naar kijken aan de hand van hoeveel we hebben. Kan je één speler verklappen? Team of die Ronaldo. Toti Ronaldo, jullie horen het jongens. We zijn alweer een half uur verder. Maar nog steeds niks jongens. Boos erop, goed om te horen dat Nick succesvol is geopereerd. Groetjes. En wens hem veel, veel beterschap van ons. Ja, zeker. Ja, Leap Productions, het is zeker zonde om zoveel geld aan 7,5 capex uit te geven. Maar we hebben een termijn om, omdat we 11 mei de finale hebben, moeten we voor 11 mei het budget die we hebben gekregen aan packs openen. Anders redden we dat niet. Dus vandaar dat we deze packs ook gewoon openen. En je kan van tevoren natuurlijk niet weten of er speciale packs komen op korte termijn. Dus dit is de enige optie. Maarten vraagt, mannen, heb ik iets gemist? Nee. Helemaal niks, Maarten. We zijn nog steeds druk bezig om iets leuks te packen, maar het geluk zit niet aan onze zijde. Kevin denkt dat Liverpool Champions League pakt. Welke goede spelers hebben jullie al gepakt? Dat is Nainggolan, dat is Isco, dat is Miranda en nog eentje. Kom ik niet op, niet zo heel goed. Nee. Het beste dat we tot nu toe hebben gepakt, Johannes, is Nainggolan. Hebben jullie nog tips om veel coins te krijgen, behalve dan veel spelen? Nee, Nico's. Niet echt squad battles, ja, kun je niet doen. Ik denk sowieso, het effectiefste manier om weekend league te spelen. Dus train heel veel om jezelf te kunnen kwalificeren. Win zoveel mogelijk wedstrijden.
Dat is eigenlijk de enige manier als je het zonder geld wilt doen. Dat is zelfs effectiever dan echt geld erin te stoppen. Wat was jullie eerste FIFA? Leuke vraag van Gijs. FIFA 99. Voor mij was volgens mij FIFA 2009, als ik het goed heb. Of 2008. Of 2009. Daarvoor speelde ik altijd PES. Pro Evolution Soccer, voor degenen die het kennen. Maar sinds FIFA 8 of FIFA 9 heeft FIFA een betere stappen gemaakt. Waardoor ik FIFA ben gaan spelen. En sindsdien ben ik daar ook niet mee opgehouden. Komt Gullit in jullie team? Zeker. Gullit moet erbij. Yoshiro, heb je antwoord. HTD Games daagt Joel uit voor een potje. Ja, dat vind ik leuk om te zien. Speel even een potje tegen elkaar, jongens. En laat ons weten wat de uitslag daarvan is geworden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Daag elkaar een beetje uit. Het is natuurlijk ook een community voor ons allemaal, jongens. Leer elkaar kennen. Speel potjes tegen elkaar. En we zijn natuurlijk allemaal één grote familie. Bakfiets wil natuurlijk laten PSV e-sport worden. Blijf goed oefenen. Jolanda zegt dat SPC maak je ook coinwens. Zeker. Dat is ook een goede manier. Goeie tip, Jolanda. Is dit, jongens? Ja, Kevin, wij wachten ook op de goede packs. Helaas nog niet zoveel packluck. Mart-Jan vraagt wie tegen hem de... Ja, dat is een Ajax-logo, jongens. Wie Mart-Jan voor ons? Even een jantje geven aan Mart-Jan. Met FIFA. Dat zou leuk zijn. Guusje, we streamen op de dinsdag en donderdag, vaste dagen, altijd vanaf 3:30. Dus zorg dat je erbij bent. Vanmiddag hadden we eerst een Road to Glory, eerst een serie van ons, waarbij we met het starters team divisie 1 proberen te halen. En dinsdag tegen fans. Dus wil je ooit een keer tegen ons spelen, dan maak je daar ook kans op. En Ali is helemaal stil. Volgens mij is hij moe geworden van die slechte packs die we krijgen. Het zit niet mee, hè? Moe van packs, dat is gewoon niet normaal. Het is eigenlijk onmogelijk, maar ik... Wat normaal leuk zo'n packs te openen. Ja, het is gewoon niet normaal. Zijn jullie hier zaterdag bij? Zaterdag? Ja, ik weet ook niet wat hij bedoelt. Volgens mij bedoelt hij zondag. Zondag zijn we er wel, zaterdag zijn we gewoon thuis. Jij bepaalt. Dat gaat helaas niet lukken, Joel. Want voor elke wedstrijd hebben we hier gasten. Een vaste gastenlijst. En dat staat al vast. Met onze partners 100% voetbal en Energie Direct is deze box al gereserveerd. Dus we kunnen helaas niemand uitnodigen of ontvangen hier. Hoe gaan jullie PSV Ajax kijken? Ja, in het stadion vanuit onze PSV eSports Room. We hebben hier... de meesten weten dat wel, ook uitzicht op het veld. Leuke stoelen staan hier buiten. Kunnen we ook alle wedstrijden kijken. Die kijken we ook hier elke thuiswedstrijd. Wat mooi hoe je het vertelt. Ja? Ja. Word je helemaal stil van, hè? Ik word hier een partij chagrijnig. Jij wordt moe, leg mij maar even. Gaan we even switchen? Ik word een partij chagrijnig, want het is niet te geloven. Ik ga Ibo zo meteen halen. Is die er? Ja. Ga maar even halen. Zet 2-1 van 18. Ja, Ashley Young. Jongens, degene die Ibrahim Parlak nog niet kennen, die vaak met ons mee is naar wedstrijden, een goede vriend van Ali, inmiddels ook een vriend van mij geworden, maar die is hier onder aanwezig, dus die gaat Ali even ophalen. En je houdt ervan om packs te openen. Dus hij mag straks voor ons packs gaan openen. En die zegt dat hij packluck heeft.
Dus ik ben benieuwd. Hier zit ook niks tussen. Jong, misschien. Hoeveel is die waard? 2300. Dus weer niks. Twee flares. Ja, drie flares en borden. Wat kan het zijn, jongens? Braziliaan? Oh! Douglas Costa! Oh, 83 versie ook. Degenen die vanmiddag hebben meegekeken naar de Road to Glory, die weten wat wij bedoelen hiermee. We hadden vandaag Douglas Costa aangekocht. En dit is de 83 versie. Ja, ook dat nog eens. Even kijken op jou. Die even maakte elke tegenstander helemaal kapot. Dus. Hoeveel die op de Xbox kost. Het was wel leuk om hem te zijn. Hebben. Maar we hebben gezegd om hem te houden in de club, als we hem zouden pakken. Oh ja. Dus ik hou hem aan mijn woord. Ik stuur hem naar de club. Die is weg. De rest gaan we kweken cellen. Weer een board. Twee flares. Echt? Achter elkaar? Ja. Ja, ik moet het weer doen, hè. Engelse vlag, CV, Chelsea, KO. Wat is die waard? Ik ga even kijken hoeveel Kale waard is. Kale, ga ik even snel voor je checken. ...6,7. Zo. Oeh, kijk eens welk t-shirt we hebben. Oeh, die jij aan hebt. Die ik aan heb. Dat is wel leuk. Ali is even weg, jongens. Die komt zo terug samen met Ibo. Dus ik moet het even in mijn eentje doen. Heel. Il Ramendi. Groot talent vroeger. Nog steeds een goede speler, natuurlijk. Twee keer 1000 coins. Ah, dat is wel lekker. Aangezien we toch niks krijgen. Ik heb een beetje last van hooikorts, jongens. Dat is ook niks waard, denk ik. Ik word hier een beetje moe van. Kan iemand IE voor mij bellen? Om te zeggen van nee, gun die jongens wat. Ook niks. En ik hoor iemand op de achtergrond. Hallo. Is dat onze grote vriend? Ja. Oké. Okay. Ah, dat is perfect. Wat een combinatie. Ja, toch. Mooi, man. Twee clubs. Heb je iets gepakt of niet? Ja, man. Ik had net Neymar. Oh, hoorde je dat niet? Ga weg, man. Kijk, ik zie aan je hoofd dat je geen Neymar hebt. Ik heb hem naar de club gestuurd. Maar mensen die hebben in de stream dat sowieso. FIFA punten, man. Ja, maar dat komt wel goed, joh. Anders zou de chat helemaal los zijn geweest. Ja.
Oh, we gaan verder. Zijn er geen gekke packs? Nog niet, we wachten op 8 uur. Dan gaan we weekend met 20 kwartsen. Minuten. Hey, Imo, pack even wat. Kijk, deze is wel koud, maat. Hey, staan we allemaal nog op beeld? Even kijken, ja, iedereen is op beeld. Hello, boys. Ja, ik kom er even bij. Skip die walkout. We hebben nog geen ene walkout, hè, serieus. Wel de was dingen, nou wel de geen walkout? Nee, ik heb hem niet gezien. 144 jij moet kijkers. Even wat beter op beeld, Ali. Ja, nou is het goed. Nou is het goed. Ja, maar als je die kant normaal zit, dan zie je Ali. Oké. Maat, voor de video is het 304 likes, dank jullie wel jongens. Gewoon al eens coach geworden. Hey Ibo, jij komt hier zitten, maar je stelt jezelf niet eens voor aan de kijkers. Hallo kijkers, ik ben Ibrahim, oftewel Ibo. Jij zat net in de chat, hè? Ja man, net, ja, zo kan het gaan jongens. Ene keer zeg je wat in de chat, de andere keer sta je gewoon niet tussen. Zo snel kan het gaan jongens. Als jullie weten welke wedstrijd hij impact heeft gehad, dan ben je echt een fanatieke fan. Ja. In de E-Divisie. Welke wedstrijd heeft Ibrahim effect gehad? Impact, effect, maar impact, man, effect. Man. Ja, jij bent dus Ibrahim Parlak. Ik ga jou even interviewen. Ja man. Waar kom je vandaan, Ibrahim? Eindhoven. Eindhoven de gekste. Eindhoven Woensel, je hoort het. Hoe oud ben je? 24. Waar ken je Ali van? Kijk die reacties. What? Iedereen kent Ibrahim wel. Sparta. Wow, die penalty. Gewoon de beroemdheid waar ik naast zit. Nee man. Wow, Ibo. Onze redder in nood. Na deze stream ga ik even vragen of Ibo mijn shirtje wilt signeren. We hebben een legende hier. Ja, maar mij niet signeren. Je hebt Emmer gepakt, of niet? Ja. Dan komen al die Turkse spelers, joh. Hey, maar Ibo, ik was nog niet klaar met mijn interview. Yo, vertel maar. Ik heb gehoord van betrouwbare bronnen dat je goede vriend bent van Ali. Ja man, zoiets. Waar kennen jullie elkaar van? Ik weet niet, vraag maar aan hem. Hij is, wat is een, hij is de champ, hij mag wat vertellen. Was het een romantische ontmoeting? Ja. Was het een, ja man. Ja? Oké, okay, waar ken je Ibo van Ali? Van onze plaatselijke amateur voetbalclub. Daar zaten we samen, ja. Welke club is dat? VV Wodan, de meesten zullen hem wel kennen. Okay. Ondertussen zijn we daar allebei weg. Nee joh, wat was WVZ eerst. Ja, klopt. Toen is er een fusie ontstaan, waardoor die club is... Ik ga even over naar Ibo. Nee, laat hem maar praten. Jij geeft valse informatie. Maar hij heeft gelijk. Het was eerst WVZ en ESV, toen kreeg je een fusie. Oké. Kreeg je VVO dan. Hey, daar zaten we toen hij heeft borden gewoon. Borden? Onderbreek even het intro, jongens. Keita, toch? Keita. Is een goede speler, man. Het is niks waard, ja. Hij is niks waard. Maar hij is een goede speler, inderdaad. Ja, man. Hij was voor 40 miljoen op de Liverpool gegaan. Klopt, ja. 2.9, maar dat is een uur geleden. Wow. Maar een gezamenlijke voetbalclub, dus hoe lang geleden is dat? Hoe lang kennen jullie elkaar al? Te lang zat. Te lang, hè? Ja. Een goed voorstel, als je die jongen te lang mee omgaat, dan... Je weet zelf beter nou. Ja, ik begin ook gek te worden, man. Ik zit pas één seizoen samen met Ali, maar... Die jongen... Steek je bij hem los, hè? Hij is die barkie. Ondertussen, nog 26.000 FIFA-punten... 0 walkouts, of ja, misschien 1, maar dat is ook gewoon heel slecht. Dan hebben jullie Weekend League gespeeld, of niet? Ja, hierop wel, Elite 1. Oké. Okay. Die mag jij straks voor ons openen. Nee man, doe lekker zelf. Jawel man, die jij gaat die openen. Jij gaat Pogba maat, openen. Maat, jij weet wat ik... Die ballen. Jij weet wat ik altijd open, man. Maar Ibo, speel je zelf ook Pogba? Ja, af en toe. Ja? Speel je ook Weekend League? Ja. En wat haal je dan meestal gemiddeld? Elite, jawel. Zo. Maar goed, ik heb geen goede team, man. Je hebt ook één keertje top 100 gehaald, toch? Laatst? Ja. Laatst nog? Ja. Wat had je toen gepakt? Slechtste, man. Ik had 86 gereden, toch? Ja. Gewoon niks hier. Neem over, maat. Wij zijn we hebben de hele dag bij je al moe. Heer Ali, neem over. Dat ja, was Ibo, man. Jongens. Leuk dat je er was, Ibo. Wat? Oh! Ederson. Hey, ik pak even wat te drinken voor Ibo, jongens. Ik ben zo terug. Kijk, ik fix gewoon dat, joh. Even kijken. Ja, 8,7k, dit is wel lekker, boys. Ja, man. Het is slecht, man. Wat wil je drinken? Ja. Schaduw erbij. Deze? Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is mooi. Wat wil je drinken? Kijk, man. Wat een jutje, man. Ja, man. Wat wil je niet alleen de energie bij mij, maar ook bij jullie is hij weggedrukt volgens mij. 152 kijkers, niemand praat meer, iedereen is teleurgesteld. Het is niet te geloven.
Vrijdag komt de groepsteam. Nee, knock-out Champions League. Ja. Is dat zeker? 100% altijd, als die groep slaat. Zijn maar een bepaald aantal tijds, man. Het is niet alleen maar tot wel. Ik weet niet, soms krijg je opeens de ontkapings, man. Ja, ik begrijp het, HTD, ik begrijp het. Hopelijk dadelijk met dat we iets leuks krijgen, maar anders moeten we het morgen proberen. Stan, we hebben geen vaste team nu staan, dus we moeten nog veel kopen. En uiteindelijk het team samenstellen. Dus ik heb nog geen vaste team staan op de Xbox account. Hoe mooi zou een icon zijn, dat zou echt alles op zijn kop zetten als we nou random een icon krijgen, echt waar. Wat is dat? Dat was wel een hele grote flair. Nee man, was maar één flair. Oh. Hey, wat wil je drinken? Ik heb al. Ja, die is vol. Die is hier vol. Ja man. Oh, de PC. Yes, amen. Hé, hey, en een vormpje. Ga weg man. Argentijn. RM. Oh, ik dacht die balla man. Palacios. Ziek palso. Shit. En achter Bill? En achter Bill of niet? Oh, ja. Wie weet. Wie zit er achter? Niemand. Wat Garcia. Ik was dat één. Nee, maatje. Twee geleden. Gewoon, je weet het niet, van Mirka of zo. We hadden een beetje overgehaald. We zijn te gaan FIFA spelen, je weet toch? Ja. Hij is dus goed, ultimate. Hij kan al een beetje spelen, je weet hoe jij het, Ali. Ja. 50 euro packs geopend, maat. Eerste pack. Benatti en Forum. Nee. Ik open die voor hem. Benatti en Forum en de achter Bill, maat. Wow. In ja, één pack? In één pack, maat. Ik ga er weer al niet streamen, Sander. Jongens, nog 13 minuten en dan zijn de Weekend League Rewards online. Oei. Ja, dat is wel wat leuk om te kijken. Dat is wel spannend, man. Heb jij nog gespeeld? Wat je druk. Geef maar, die hebben me moe. Alsjeblieft. Praat jij maar tegen de mensen thuis. Ik ga even de packs openen. Of zijn de mensen thuis ook moe geworden? Ja, man. Zijn er geen vragen meer? Zijn er geen leuke opmerkingen meer? Is Ibo er eindelijk? Zijn er geen vragen meer? Hebben jullie leuke vragen voor Ibo, onze superster? Laat weten in de chat. Ibo, wat is je Insta? Heb ik niet, man. Heb geen Insta. Schoenen, je hebt echt gewoon schoenen. En wie is dat, man? Van de Berg of zo? Waar speelt hij? Kijk Reading. Eens. Wauw, wat is dit? Ja, hij weet al die logo's, die badges en zo. Ik zweer het. Ik zeg toch, die jongen spoort niet, ja, ik word er helemaal gek van. Kijk hoe lang hij dit spel is. Dat komt puur door FIFA, dat ik al die logo's ken. Even kijken. Kijk, ik voel een pop aankomen. Oei. Wie zegt dat? Lars Vogels. Lars, deze is voor jou, man. Deze is voor jou. Deze is voor Lars. Kijk, Pogba, joh. Lars, je komt met valse beloftes, man. Johannes Paulus, dat is Nainggolan, helaas. Ibo, levende legende. Ik leef nog gelukkig, ja. De stream lekt echt hard. Ja, man. Dat is wel. Ja? Ja, serieus. Dan moeten we even naar kijken dan met onze streammanager, ja. Onze streamkoning, Bram Bartels. Ik voel een kamer niet aankomen. Die kans is groter dan een Pogba. Vertrichter kan het. Wat is dit, jongens? Niemand heeft er vertrouwen in. Doe een nosepack. Mijn Turks neus, joh. Hier komt sowieso een Turk uit. Bij hem net ook. Hij deed met zijn neus. Kwam ja, een groot Turkse neus uit. Ja, top al, joh. Hij heeft wel ook echt een dikke neus, je weet toch. Linde neus. Linde neus.
Er wordt Terry erachter of nee? Dat zal wel zijn. Nee. Keita, FIFA. Niet veel, man. HTD, ja, ik ben in Eindhoven geboren. Ik voel een bizotje aankomen. Oh man, man, man. Kom op, man. Mag die ook packs of niet? Ik hoop het wel, ik denk wel een paar. Ja? Morgen komen ook heel veel packs. Morgen echt veel, man. Maar we waren dat, denk ik, dan voor morgen vooral. Ja. Gaan we die nou oppakken, die 23? Sowieso tot de Weekend League rewards. Dan openen we de special packs en dan houden we ermee op. En dan kijken we inderdaad wat we gaan doen. Want hoeveel... geen zin meer heeft om die zin. We hebben al bijna 40.000 punten geopend. Ja, en dan is het gewoon helemaal niks gehad. We hebben maar 300k. Of 500k. Was het 1,7 miljoen? Ja. 500k. Dat is echt helemaal niks. Wat is het? Volg me. Milan en Luc, ik heb er nog wel vertrouwen in. Niet, zeker. Ja, Semedo. Serieus? Kan jij dat ook een beetje? Nee man, ik zeg je eerlijk, ik kan maar één keer gespeeld. Ik hoor uit betrouwbare bronnen dat je iedereen uitschat tijdens Fortnite. Ik ben wel agressief man met spelletjes. Ja, dat geloof ik best. Wanneer gaan we samen Fortnite spelen? Kom maar, we gaan snel spelen joh. Maar ik speel dat niet vaak toch. Mensen zijn allemaal gek aan het bouwen joh. Kan je begrijpen, bouwen of schiet je gewoon? Ik bouw niet, jongen. Wat denk je? Fano, welkom. Maar ik kan wel mensen kapot maken, man. Vraag maar. Ja, dat kan hij wel. Bouwen nog niet. Ook nog nice. Want hij is een hele goede kotspeler. Ik ben een goede kotspeler. Ja? Hij had altijd een E van 2.8 en zo. Ja, man. En jij? 0.69. Gray. Gomez, hey, ja. Die gaat naar de club, vriend. Conditie. We zijn al 1 uur en 37 minuten aan streamen. En hebben jullie al die likes gehaald, of niet? De likes, we hadden 300 gehaald. Eentje zijn we hebben 300 5. al gehaald. 314 likes. Zo, dat waardeer ik, jongens. Dat is wel lekker, man. Dankjewel, HTD. Carlos Eduardo. PSV-shirtje, ja. PSV-shirtje. Zo, weer dit keer het grijze. Nou jongens, nog 7 minuten tot de rewards. Dan houden we denk ik hier ook mee op, want hier schieten we weinig mee op. Ik hoop dat we zo'n pogbal of zo'n pack helemaal los kunnen gaan. Man. Ja, oeh, een draft token, daar houden mensen wel van. Dat is een teken, hè? Dit is ons beste pack tot nu toe, jongens. Ja. Dat is een teken, hè, man. Als jij draft wint, krijg je Ronaldo, hè? Serieus? Ja. Oeh. Even jou laten schrikken. La 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 la. Hey, walkout. Oh jee, dat was al. Dat kent je niet. 3 keer. Man, ongelooflijk. Hij leeft hij nog wel? Ik heb hem al 2 jaar niet gezien voetballen, man. Ik weet niet of hij nog traint of iets. Hé, hey. Dat kan toch niet, maat? Hé. Hey. Wel 2,83 reed spelen, dat is wel goed. Beste pack tot nu toe. Jer Games, welkom. Maat, die 83 reed zijn duur, man. 3k en zo. Klopt, voor de SPC'tjes. Is die icon? Ik zie er nog steeds. Kjelmaas, dankjewel. Die is al weg. Die icon is misschien. Ik denk dat hij er al weg is. No, nee, die is denk ik weg. Dat was al lang, joh. Grabisch. Ah, man. 6 minuten. Nout van Heerbeek, welkom. Harm, welkom. Tim, welkom. Ik zie 3 Joost achter elkaar. We krijgen opeens 3 nieuwe kijkers. Zijn er al PSV-spelers gespeeld? Jazeker, Schwab. Zoet. Maar het betekent dat hij zondag gaat spelen. Ja. Als hij nou weer komt, dan wel, hè. Ja. Man. Hoe je niet? John Maston, welkom. Nick, ach, welkom. Jawel, man. Doordat je heel tijd geen bal ziet en zo. Die niet glimmende, die zijn erg, als je die zo ziet staan. Zo irritant, hè.
Dat is dat Nel, man. Bram Bartels zegt, waar blijft de pekluk? Ja, Bram, jij bent weggegaan, hè? Je hebt de luck ook gewoon met je meegenomen. Ik ben die vergeten achter te laten. En zo naar Jorian van Arnhem. Ja, jongens, kom, we moeten wat actiever doen. Misschien worden de packs dan ook wat beter. Kom op, ja, gooi een beat, man. Gooi een freestyle. Gooi eens even een dab, joh, man. Even een dab. Jongens. We moeten sowieso één keer board fixen voor 8 uur. Wat is dit? Dat kan niet, hè? Serieus. Maat, wanneer ik pack open, altijd Turk spelers. Let op. Jongens, is Fortnite trouwens al gefixt? Dus hoe was het dan? Ja, die servers waren niet beschikbaar. Nee, ik ben niet verslaafd. Alleen ik had van een verslaafde gegooid. Hier, kijk. Hier. Ja. Tamer. Wie gaat dit weekend winnen in Manchester tijdens de FUT Champions Cup 2? Ik denk Gihan, man. Ik hoop Gihan, ja. Hey, jongen, wie denk jij? Van Leipzig. Ik denk... Denk je dat Tex weer iets gaat doen? Nee. Die H-Tex, dat hij weer... Hij gaat Poel eruit. Poel eruit? Ja, man. Ik zeg Tex. Ja? Poel eruit, maat. Wil je met mij wedden? Nee, oei. Hij gaat winnen. Hele mooie ervaring in, mijn broeder. Echt een mooie ervaring. Wat? Eervolle ervaring, de e-Interland. Is nooit gebeurd. Wat vond je van de wedstrijd? Twee keer geluk achter elkaar hebt, jongen, dat ken je. 3 minuten nog. Jongens, we gaan door tot de 20.000 FIFA-punten. En dan houden we dit mee op. En gaan we zo de Weekend League Rewards openen. Dus Ibo opent ze nog eventjes. Karim Rikik. Oh man, we worden menig, jongen. Ja, man. Nog 3 pakjes, jongens. Nee, niet 3, 6. Nog 6 pakjes. Hey, ik zei het toch, man. Geef goeie dan. Wat zei je? Italiano, de CVM, de Rossi. Deze is voor jou. Wat vond je van naast Roma tegen Barca? Ja. Mooie wedstrijd, hè? Nee, Barca was niet goed. Verdiend, hè, voor Roma? Ja, uiteindelijk... Ja, want tenminste eerlijk. Uiteindelijk wel. Ik sprak eerder vandaag met iemand die zei dat het niet verdiend was. Ja, gebaseerd op eerste wedstrijd niet, maar tweede wedstrijd wel, man. Maar hij mag weg of niet. Ja, dat mag zeker. Jurgen, ik en zo naar jou natuurlijk. Maar ja, je weet toch. Hebben jullie ook zo'n zin iets in speech tijdens de huldiging? Ja. Zeker weten. Daar kijk ik het meest naar uit. Wat een mooie vent. Oei, spelerspakketje. Nog 4 packs, jongens. We staan op 328 likes. 350, zei Rome al. Ik had 300, maar de 350 zou natuurlijk... Welcome. Heel goed zijn. Like even als je dat nog niet hebt gedaan, jongens. Oeh, wat is dit? Geen walkout? Nee. Raar roze flair of zo. Oh, Gonzalo, ik ben zijn broertje. Ja, man. Of is dat die broer? Wat was het nou? Volgens mij die broer. Ziet er ouder uit. Zijn ze echt broers? Ja, serieus. Zoek maar op, jongen. Die je net zag, heeft bij Bishop dat speelt. 1 minuut, jongens. Volgens mij is dat... Dat denk ik ook, die ziet er echt oud. Hij lijkt op Jason Statham. Ja man, zag je dat? Oei, Coco. I'm in love with the Coco. Wat was dat, man? Kijk, lag opeens in het spel. Was? Nog 2 packs. Ja. Nog 2 pakketjes, jongens. En dan gaan we de rewards openen van onze PSV eSports team. Ga je ook heel reward openen, of niet? Ja, misschien later vannacht thuis, man. Ik denk misschien Insta live video een keer proberen. Geen echte video. Lozano! Ibo Pack Lozano! Doet die gewoon even! Lekker man, die mag naar de club. Irving Lozano. Irving Lozano. Lekker man. Hij heeft wel echt ziek stats, eerlijk. Ja. Hoe zijn normale kaart al?
mag wel naar een clubje of niet? Zeker. Die mag naar de club. Ja? Daar gaan we geen geld op pakken. Pakken, ja. Dat is goed, jongens. Chucky. Nog één pack. Doet Ibo het dan toch in zijn laatste pack? Ik ben benieuwd. Het zou wat zijn. Want die special packs beschikbaar. Oh ja, klopt. Even naar het special kijken natuurlijk. Komen de special packs? Ik hoop het. Draait aan de rin. Heel misschien, en anders morgen. Maar hé, je moet die conditie items moet jij zaterdag of zo erop zetten. Dan zijn die 1.5 of zo, hè. Ja, 1.4, ja, 1.5. Heb je Ibo nodig? Als je Ibo hebt, heb je verder niks nodig, maar Wikipedia en zo. Even kijken of die dingen er zijn. Even FUT helemaal afsluiten. Wat hebben jullie gedaan, man? Jullie hebben die markt helemaal gek gemaakt. Duurt wel lang, hè? Duurt lang, ja. Kijk eens naar de... Ja, man. Of gepakt zijn er ook. Even naar de winkel gaan. Nee, man. Nee. Helaas. Weet je wat we doen? We zijn zo terug, jongens. We gaan ook even communiceren naar de andere kijkers toe die misschien even weg zijn gegaan. Dat we Weekend League Rewards gaan openen. En dan zijn we over 5 minuutjes ongeveer weer terug. We zien jullie zo.
Yes, boys, we zijn weer terug. Welkom, jongens. We zijn weer terug met de Weekend League Rewards. Dus daar gaan we ook gelijk voor. Kijken hoeveel mensen er zijn. Ja, er zijn genoeg mensen, dus we gaan gelijk beginnen. Daar gaan we dan, jongens. Elite 1. Voltooid. Tuurlijk, 125.000 coins. En twee premium team van de week pakketten. En twee jumbo zeldzame spelerspakketten. Laten we ze gelijk openen, jongens. Kom, jongen, laat de pack lukken zien, joh. Ga jij ze openen of zal ik beginnen? Ik ga geen één. Ga je er geen één openen? Ik ga geen één team van de week. Ik wil alleen één 100k pakketje voor de rest. Oké, dan begin maar met één 100k pakket. Oei, dag jongens, moment van de waarheid. Helemaal geen vertrouwen. Oh my god, dit is zo normaal. Dit is echt ongelooflijk. Ik raak hem niet meer aan. Wow. Ik hoef niet meer te openen vandaag. Wow. Oh mijn god, gewoon 82. Niet eentje maar, dat, hè. Dit is ziek, man. Iedereen kijkt gewoon de prullenbak in. Iedereen mag de prullenbak in, letterlijk iedereen, Roman. 82 is hoogste, niet eens 83. Doe maar allemaal. Ik ga je toch niet checken. 82. Maar die hoef je eigenlijk niet. 15k. Wow. Oh joh. Die wil aan jou de eer. Maat, open maar. Dadelijk krijg je nog zo'n gekke pakje, weet je. Oh, dit is een schandaal. Oké. Okay. Drie flares. Wat zijn die flares, joh? Zijn nou 83? Dit... Spanje uit. man. Drie flares van... 83 rated of zo, of wat? Ja, 3 flares is wel een beetje hoog rated. Dit is een schande, jongens, voor de samenleving. Nani, ja, ja, kijk, iemand zegt iets goeds. Wat zegt hij? Hiervoor speel je dus 40 wedstrijden. Niet ja. Normaal, hè? Ja, Victor, hier doen we het voor. Shit. Nou. Nou, dan hebben we nog 2 team van de week pakketten. Wie kan je allemaal pakken? Zullen we eens even kijken? Eens even kijken. Dybala, Pogba, Eriksen, Depay, zo. Promes. Oké, waar hoop jij op, Ali? Op welke zijn meeste waard? Dybala. Pogba en Dybala, ja. Nee, je mag 1 speler kiezen. Pogba. Iedereen kiest 1 speler. Pogba, jij? Promes gaat hij pakken. Ik Dybala. Oké, we gaan kijken of het 1 van die 3 spelers is, jongens. We komen er gauw achter, want dit is alweer het eerste pakket. Succes. Team van de week pakket. Daar gaan we, jongens. Wat is dit? Wat zit hierin? Oei, 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 oei. Nee, dit meen je niet. Weer in Spanje. Wat is dit? Wie is dat, man? Dat weet ik niet. En Lundo? Man. Dit is heel zielig van EA. Jammer. Kijk daarachter. Adler en Michel. Hier word je niet blij van, jongens. We gaan gauw verder. Het pakket van vandaag. En hopelijk sluiten we af met een knaller. Zullen we gewoon met z'n drie klikken? Oh, kut. Ik heb al geklikt. Dat is een teken, hè? Dat is een teken, maat. Dat is een teken dat we juist helemaal niks gaan packen hier. Ik zweer, dat is een teken, maat. Kijk die Franse vlag. Pookie. Man, Pookie. Man. Oh, dat is echt niet normaal, jongens. Dat is echt niet normaal. Ja, die zwaait wel mooi. Gaan we gauw weg. De verkeerde Hazard. Hazard, maat. Wat jij zei. Ja, jongens. Vandaag hadden we niet echt packluck. De enige goede speler die we vandaag hebben gepakt is Nainggolan. Van een beetje waarde. De rest was 3 keer niks. Willen jullie bedanken voor het kijken. En we zien jullie de volgende keer weer. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Ibo, bedankt voor het komen. Ja, jullie ook bedankt, man. En een fijne avond. Bedankt voor het kijken, jongens. 338 likes, dank jullie wel. 350 zou nog mooi zijn. En wie weet zien we jullie terug aankomende dinsdag. Ciao.